Dit verhaal begint op een typemachine. En eindigt voor een orkest. Het is een verhaal van dromen, doorzetten en hoop. Huub van der Velde uit Terneuzen wilde zijn hele leven een carrière in de muziek. Toen ik 10 jaar was, toen zei ik, ik wil absoluut de muziek in. En op dat moment werd het me ook duidelijk dat ik het liefste orkestdirigent zou worden. Maar de Tweede Wereldoorlog gooide zijn gedroomde notenbalk in gruzelementen. Op 91-jarige leeftijd zette hij zijn vingers, die te lomp waren gebleken voor de piano, aan het werk op andere toetsen. Een brief werd gericht aan het Zeeuws Orkest, met een vurig pleidooi. En een beschrijving van de kamer van het flatje in Terneuzen, dienend als concertzaal, maar tevens als gevangenis. En ja, ook op 91-jarige leeftijd komen dromen uit. Met zijn handen leidt hij voor 1 keer het Zeeuws Orkest door een stuk van Anton Dvorak. De blazers tot dimmermanend, de strijkers aanmoedigend tot een tandje bij. Als hij klaar is, valt er een last van hem af. Ik ben een gelukkige vent. En met zijn dromen en daden laat hij zien dat er ook in de laatste levensjaren ruimte is voor vooruitkijken en perspectief. En dat alles met een simpele opdracht. Als je dromen hebt, volg ze. Doe het. Zit er achteraan. Was getekend Huub van der Velde.